Ik heb eens een paar keer een project in de gevangenis gedaan. Eén keer t-shirts gemaakt met ze. Maar ook een keer toen vroegen ze me om een plan in te dienen. Toen heb ik voorgesteld om met een lepel een tunnel te graven van binnen naar buiten. En dan kijken we, daar zijn ze heel serieus over nagedacht of ze daar subsidie van wilden geven. Ja, het is elke tatoeage heeft zijn eigen verhaal. In Heet van der Laat komen bekende tattoo-liefhebbers bij mij thuis op bezoek om over hun tatoeages te praten. Waarom heb je dat plaatje gezet en waarom op die plek? In deze week heb ik rapper Skaffa op de koffie. Hij groeit op in voormalig Sovjet-Unie en op zijn 5e vlucht hij met zijn familie naar Nederland. Skaffa heeft een lichaam vol tatoeages en heeft zelf ook een tijdje getatoeëerd. Genoeg stof om over te kletsen dus. Oké, man, ik zit al te kijken tatoeages. Wat je allemaal aan tatoeages hebt. De honden. Dog life. Ik heb 4 generatie honden gefokt. Wat voor honden had je dan? Dat waren bendogs. Dat is de grootopa, die was van een mattie van me. Dit is puppyfoto van Jager. Dat is een bendog. Dat is heel asiel. Je hebt een 1, 2... Dat je belicht, deze is wat beter gemaakt. Dit is de 4e generatie. En tussenin de 3e generatie heb ik een worst. Oké. Maar die is niet zo herkenbaar door die. Je hebt ook een mitrailleur op je buik. Ja, ook een mitrailleur op mijn buik. Die letters zijn goed, zeg. Die letters, dus staat Scheme, samenzwering tegen de samenzwering. Mooi. Ja, hij is goed. Ja. Hij is goed in die Chicano letters. Wat mij het meeste aanspreekt is dat het goed communiceert. Ja, als hij daar zou staan, kun je nog steeds lezen wat erop staat. Als het overwerkt is, dan wordt het soep. Ja. Dan kun je niet meer zien wat het is. Mooie, stevige outline, lekker zwaar. Dus dit is gegarandeerd tot 14 dagen na de dood. Want dit blijft goed zitten. Dit is een top tattoo. Ja. Dat die andere ding eronder zit, dat lijkt een beetje mager. Maar het is wel een mooi ding altijd. Een wapen is altijd een raar ding. Ik probeer expres verschillende stijlen naast elkaar te zetten. Daarom dat die portretten zijn ook, probeer zoveel mogelijk andere stijl naast elkaar, dat het niet hetzelfde wordt. Een beetje à la punk. Oké, je bent een lekker zootje van het maken. Dat lijkt je het leukst. Ja, ja. De zeven is allemaal waar het begon. Dat is een mooi verhaal. De zevende dag. Dat was de zevende cel. Dat was de zevende cel in 2002, waar ik mijn eerste rap schreef. En ik zei, de naam is Skaffa, rechtstreeks uit Sassenheim. Cel nummer 7, Baak Teilingerijn. Daar schreef ik de eerste tekst. Daar schreef ik als Skaffa de eerste raptekst. Daar is ook toevallig waar ik nu, 20 jaar verder, aan het werk ben. Oh, je werkt ook in de... En wat doe je daar dan? Het is onderwijs. De banlieue en de mode gaat naar technische kennis. Wat is banlieue? Banlieue is een modemerk. Oh, oké. Okay. Ik haal een merk erbij om hun te prikkelen voor hun interesse naar mode. Ik heb dus een paar keer een project in de gevangenis gedaan. 1 keer t-shirts gemaakt met ze. Maar ook een keer toen vroegen ze me om een plan in te dienen. Toen heb ik voorgesteld om met een lepel een tunnel te graven van binnen naar buiten. En dan kijken we, daar zijn ze heel serieus over nagedacht of ze daar subsidie van wilden geven. Ja, het is. Je bent van oorsprong, ben je... Uit Rusland. Uit Rusland. Maar al je tattoos komen uit Nederland? Nee, alle mijn tattoos zijn gemaakt in Nederland. Zeg, want ik ben in Rusland ooit in 95... In 95 getatoeëerd. Ja. Door een straatjongen die ze ook zijn hele gezicht getatoeëerd. Ik tatoeëerde met een tandenborstel. Met die op een... Buiten? Op een tandenborstel omgebogen met een motortje erboven en dan een naaldje. En deze. Die heb ik nog even voor je. Dit is een Army-issued razor. Dus een scheerapparaat van de Russische leger. En die is mechanisch. En dan zit hier de naald aan en dan... Ik heb dit in mijn hand gehad, ik weet niet meer wat het was. Daar wordt mee getatoeëerd in de gevangenis, in de gulag. Oh, en op wind... Ja, gewoon, hij is helemaal mechanisch, er zit geen batterij in. Hij begint steeds langzamer te lopen. En dan moet je hem weer opnieuw opwinden. Oh, dit moet ik hebben. dit moet ik hebben. Ja. Heb je nog iets op je benen? Ja, dit zijn al mijn matties. Die heb je zelf ook gemaakt? Die zelf, nee. Dit is iedereen zijn eerste keer, zeg maar, prikken. Mijn voeten zitten helemaal onder. Dit zijn allemaal in een flesje alcohol of zoiets. In een flesje. En dit is een aapje of een beestje.
Het is een lekkere bende, jongen. Random dingen. Ja. Dit is niet de tekening, maar het moment en de persoon. Dit zijn allemaal mensen hun eerste tatoeage. Vrienden die dan altijd bij je hebben. Je wilt een klapblokje. Nee, dat is alleen de been. Dat is alleen deze afdeling. Ja, ja. Ik heb ook een aantal van die dingen die ik mensen voor de eerste keer tatoeëren. Denk, nou doe maar dat. Vooral Morrison, mijn kind natuurlijk, mijn eigen kind. Eerste tattoos zijn best wel leuk als iemand voor de eerste keer zo'n machine in zijn handen heeft. Nou, het doet altijd pijn, want ik sta er niet bij om uit te leggen wat er moet gebeuren. Nee, maar ik kan dan wel een beetje uitleggen. Ik kan mijn vinger eronder houden en dan kan ik een duwtje omhoog geven als ze echt te diep beginnen te graven. Maar mijn voet is geen leuke plek. Ja, de Back to the Future. Is die film? Dat is de film. Nee, de rug naar de toekomst. Met je rug? Dat is de rug naar de toekomst. Nee, het gaat gewoon over mijn rug, letterlijk. Mijn rug, dus als je naar mijn rug kijkt, neemt het jou mee naar de toekomst. Oké. Dus het is mijn rug, ja. Kijk, ik had die ding, ik had toch... Kijk eens, wat is dit dan voor een ding, een leeuw? Dat was de leeuw om een grote tatoeage te hebben. En heb je een brandweeraltertje of zoiets? Wat is dat? Dit is ook te gek, zeg. Dat is de brandende politieautootje. Die drie jongens, wie zijn dat dan? Dan ben ik, mijn Mattie Fleck en mijn Mattie Matar. En dit is een hele oude telefoon. Het wordt tijd voor een nieuwe vriend. Dat is die pocketless wing. Dat is de pocketless wing. En de andere kant is die Motorola flipphone. En die kunnen ze niet... Waar staat de Motorola flipphone dan? Die flip is eraf gebroken. Oh. Het deed pijn, man. Dat was ook iemand... Ja. Nee. Het is een mooie verzameling. Je zegt één plek waar je niet zou tatoeëren. Ik zit in mijn oksel, heb ik ook een vrouwelijk schoon. Een dame en haar... Loop door in mijn oksel en ik zat dood. Het was de eerste keer dat ik moest... Kijk je dan? Ik trok het niet. Want ik heb wel eens gezien dat er twee benen zijn. Nee, maar hier, dit stukje in de oksel gaat. Zij is wel mooi. Gaat hij naar beneden en naar beneden. Dit is wel een mooie tattoo. Ja, maar je gaat wel kapot. Ja. En ik heb al haar onder mijn oksel. Je hebt haar onder je oksel? Ja, had ik al. Ja. En iedereen zat me uit te lachen, omdat ik zat iedereen te pesten in eerste tatoeage. Wil je hem onder je oksel nemen? Hem en haar? Stop. We are going ham. He is going ham. Ik heb een gebakje meegenomen. Slagroomtaart. Het is een drie verdiepingen slagroomcake. Fysiek is het een slagroomcake, maar er stond naked cake yogurt. Naked cake yogurt. Moeilijk van. Maar jij hebt hem wel zelf gemaakt. Ik heb hem wel zelf gemaakt. Oh, je moet bakker worden. Ik ga je bedanken, beste man. Met je taart erbij. Nou... Dankjewel. Dankjewel, je wordt bedankt. Ik heb twee keer gegaan, want ik heb een lange dag, maar ik vond het wel een goed verhaal. Ik was een beetje... En doe je best daar in die gevangenis, dat is ook goed. We zijn... Als je s'avonds maar naar huis mag. Ja, dat is fijn. Dankjewel. Ik vond het gezellig. Ja. Ik hoop dat de cake lekker is. Precies. Ik ga eerst een biertje drinken zometeen. Ik heb de hele dag binnen gezeten.